Vorige keer zagen we hoe Foxy en Leon in de bibliotheek van Eindhoven een toverboek vonden. Kijk wat erop staat. Help, ik ben paars, hoe word ik weer normaal? Er zit maar één ding op. We moeten naar de Efteling, naar de Fakir. Want Fakir helpt bij alle rampen. Kom, naar de Efteling. Dan weten wij waar wij naartoe moeten. We gaan ze volgen naar de Efteling. Dus zijn Foxy en Leon als een speer naar de Efteling gegaan, op zoek naar de Fakir. Hij moet ervoor zorgen dat Foxy zijn normale kleur weer terugkrijgt. Hé, hey, kijk Foxy, een platte grond. Hé, hey, eens even kijken waar we moeten zijn. Daar staat de Fakir. Kom, dan moeten we die kant op. Kom maar. Hallo. Hoi Foxy. Hoi Leon. Gaat alles goed? Eigenlijk niet. Foxy is paars gemaakt door twee gemene rikken. En we zijn op zoek naar de Fakir. Want die helpt bij alle rampen. Voor Fakir moet je dat pad volgen. Die kant? Ja. Kom, dan gaan we hier naartoe. Dag Roodkapje. Dag. Kom. Maar de voorzitter en trainer willen natuurlijk niet dat Foxy en Leon de Fakir vinden. En dus plakken zij overal Fakir-bordjes op om onze vrienden verkeer te sturen, zodat ze de Fakir nooit zullen vinden. Waar gaan we naartoe? Kijk het maar. Die kant? Oké. Okay. Nou, dan gaan we de grot in hoor. Pas geen weg. Het plan van de voorzitter en de trainer lijkt te lukken. Foxy en Leon lopen nu al uren door de Efteling, maar ze hebben de Fakir nog steeds niet gevonden. Zou Foxy nu echt voor altijd paars blijven? Kijk Foxy, dat is de nieuwe attractie van de Efteling. Het is de Sprookjesboom. Mooi hè? Prachtig hoor. Wat een grote boom. Wauw. Hey! Foxy, wat erg dat je paars bent geworden. Ja, het is echt heel erg. Oh, maar ik hoorde dat je op zoek bent naar de Fakir. Ja. Dus die kant op. Die kant? Oh, dankjewel. Kom. Dag. Succes, doei. Kom, ga die kant om. Hey, kijk Foxy, Carnaval Festival. Kom, laten we daar gaan kijken. Ik ga het een goed voorbeeld geven. Laten we even opruimen. Super, goed gedaan Foxy. Kom, we gaan verder. Sprookjesbos aan het rondlopen? Ja, we zijn nog steeds op zoek naar de Fakir. We zien overal wel bordjes van Fakir staan, maar we kunnen Fakir niet vinden. Bordjes van Fakir? Maar er zijn hier helemaal geen bordjes van Fakir. Oh nee! Zouden die gemene voorzitter en die trainer ook in het Sprookjesbos zijn? Oh, kom, ik breng jullie naar Fakir. Dan kan er niks misgaan. Oké, okay, dankjewel. Kom Foxy. Fakir, Foxy is helemaal paars geworden. Beste Foxy, Fakir
gaat jou jouw kleur teruggeven. Maar Fakir moeten wel denken na. En ga dus op zijn tapijtje zweven. Yes, Foxy, het gaat goed komen. Daar vaak je volledig maar te zweven, dan gaat het gebeuren. Beste Foxy, alles komt goed. Het is slechts tot de clubdag dat jij wachten moet. Maar Fakir, de clubdag is aanstaande vrijdag al. Maar Fakir begint meteen, zodat jij vrijdag weer de oude bent. En als vanouds over het speelveld rent. Ja, Foxy, het gaat goed komen. Yes, wat gaf je? Dank u wel, Fakir. Dan zien we u vrijdag op de clubdag. Dank u. Tot later. Foxy is nog steeds paars. We moeten er alleen wel voor zorgen dat de Fakir een vrijdag niet meer normaal maakt. Daar gaan wij voor zorgen. Wij zullen er ook zijn. Oh nee, als het nu maar goed komt met Foxy. Wil jij weten hoe dit afloopt? Kom dan vrijdag naar de Foxy Clubdag.